Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Christine Portbroek en ik ga mijn koffer inpakken. En het is gewoon, zeg maar, zo'n groot tijgerprintkoffer. En ja, want ik ga op vakantie naar Zeeland. En als eerste wat ik op de heenweg ga aantrekken is deze glitterlegging. Dan gewoon een soort vanity. Gewoon een crop top. Een Shein. Gewoon een zwarte villa schoentjes. Gewoon deze. Dan ga ik als eerst mijn handdoeken opvouwen en in het koffer leggen. Dus dan zie ik ze niet zo meer terug. Mijn handdoeken zijn ingepakt, het koffer is zo groot. Het is best wel huge. Dus ja, daar kom ik nog met schoenen in. Dus ja, dat gaan we af. Even doen, even schoenen. Dan ga ik mijn sowieso mijn laadjes mee. Ik heb het heel even met twee handen doen, anders lukt dat niet. En mijn schoenen zijn erin. En nu gaan we het volgende doen. Mijn bikini's en zo. Dus die liggen daar. Dus ik laat zien wat ik daarvan heb. Ik heb ondertussen al even mijn ondergoed ingeruimd. Want dat is niet interessant. Maar in een duikbril mee. Die gaat hierin. Dan een setje wat ik met Kelsey twin. Dit setje. Met deze broek. Die gaat sowieso mee op vakantie. Dan is dit zeg maar voor over je bikini, zeg maar als je net gezonden hebt, zo'n pantoprint met je koffer. No worries, ik pak altijd voor je dik veel dagen in, dus ja, I don't know of het gaat passen. Maar dit setje wat ik ook naar de pool heb aangedaan, ik hoop niet dat je de stoel wilt kraken. En dit gaat dan zo om je nek heen, so that's gonna be cute. Ja, stoel. Wat is dit? Oh, dat is dat topje. Dan deze bikini. En dit is gewoon een deken boven het strand. Dus ik ga dat heel even inpakken. Dan is deze kant klaar. En nu gaan we mijn gewone kleding er zo hierin doen. Als eerst ga ik meenemen dit topje. Deze witte broek. Ik wil zo'n functie waar je dat op kan doen. Dus dat ga ik gewoon proberen. Maar zo mooi. Opvallend die. Zo. Dan gaan we. En iemand komt binnen, but at least we're gonna. We gaan het verder doen, zo. Dan ga ik deze twee inpakken. Gewoon een zwarte bronkie. Hier een zwarte bronkie. Met een babygirl t-shirt. Het enige echte babygirl t-shirt. Als next, dat het er allemaal in past, ga ik even dadelijk dit jasje dichtknopen. Momentje. Als het te koud is, dus gaan we gewoon dit aantrekken. Die toevallige zwarte broek, ja. Met de New York t-shirt en gewoon een zwarte random broek. Dus dat ga ik even dichtknopen, dat jasje. Dan als volgt dit gewoon een leuke soort jasje in deze jumpsuit. Ik ga niet alles uit elkaar halen. Geen zin in. Ik hier bij leggen. En even de rits hiervan dichtmaken.
Dan dit tasje, dat gaat gewoon hier onderdoor. En ook met deze bijpassende blouse wat ik nu heb gekocht. Ik denk dat ik deze riem nog morgen nodig heb, dus die leg ik hier neer. Nu zorg ik broek. Deze polo shirtje. Mijn pyjama is ook de rolvals in. Gewoon een bronkie. En aangezien dat pizza shit ding nog niet is gekozen, doe ik daarvoor dit t-shirtje bij die broek. En gewoon een geel pyjama jurkje. Donkerblauw pyjama jurkje. Ja, zo'n jurkbroek die was wel compleet, die moet heel lieven. Kijk, met het bijpassend shirtje. Jullie wel alvast gezien, dus ja. Waar is een nieuwe pyjama? Met de broekie erbij. En oh, we beginnen. Dit erbij leggen. Als het niet past, ga ik jullie even kijken of dat andere toch beter was. Ik denk niet dat dat gaat passen, dus ik ga jullie even iets anders stappen. Verder heb ik nog mijn joggingkleding, bonensokken en gewone sokken en zo erin gedaan. En nog andere broeken, zoals die broek en zo. En ik heb het zo ingepakt, dus ik ga jullie even kijken of mijn kofte weer past. Want dat wil het tasje neem ik gewoon zo mee. En dat past gewoon alles. En ik heb dus mijn hele koffer ingepakt. Dus ik zal bij deze de video van mijn toilettasje doen. Maar het is toch niet veel interessants. Dus ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie bij een nieuwe video. Bye.